Hey. Hallo. Goeiedag. Daar zijn we. Hi, ik ben Pim. Ik ben Charles. Hi. Hey, leuk. Nou, inderdaad. Top. Zenuwachtig? Nee. Jij wel? Nou, ik moet zeggen, het begin viel het wel mee, maar vandaag wel wat meer. Ah, oké. Okay. Gespannen. Ja. Dat is gewoon gezonde spanning, toch? Ja, toch? Ja, precies. Deze is voor, nou ja, puntje. Oké. Geniet van deze speciale dag. Ja. Ja, nou ja, dat is het toch ook. Zo. Beste match. Nou ja, dat ben ik dan. Het moment supreme is eindelijk daar. Je matchte met een hardwerkende ambtenaar. Hij is een 50 jaar oude jonge man en haalt het onderste uit de kan. Vooral bij een volle halve liter goudgele rakker, dan gaat hij helemaal los, die Voorburgse kakker. Oh, dat is zeker bier? Ja, bier, ja. Oké. Argwanend zeg ik met zekerheid en vol vertrouwen, Charles is een... Charles, wat was het ook weer? Charles is een topgozer waar je op kan bouwen. Ik heb hier lang over gedaan, maar voor jou is het een korte impressie, want de rest zoek je zelf maar lekker uit in deze 24 uur sessie. Leuk, dankjewel. Ja, dus dat heeft een vriend van mij geschreven. Dit heeft hij ook gegeven, ik weet zelf ook niet wat dit is. Dus dat is ook een verrassing voor mijzelf. Oh, oké. Een ooievaar. Een ooievaar? Om te bouwen, denk ik, zo te zien. Een Lego. Oh, dit is van Lego ook nog. Oké. Grappig, hè? Ja, pak even mijn cadeau. Yes! Dit is meer iets wat over mij zegt. Iets meer wat over mij zegt. Oké. Nou, ik ben benieuwd wat het over jou zegt. Oh! Je weet het. Ja. Lachen. Ik denk, een bloemetje of zo is wel grappig, maar ja, dat vind ik dan te algemeen. Maar dit is, ja, ik vind Lego ook leuk. En wat zegt het over jou? Zit jij in de bloemen? Nee, ik zit in de Lego. Zit jij in de Lego? Ja. Oh, je meet het? Ja, nee, dat vind ik gewoon leuk, weet je. Heb ik thuis ook wat van die dingen gekocht en zo. Jij doet zelf Lego thuis? Ja. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik ben ook met Lego in de weer geweest. Oh. Je hebt de Optimus Prime. Oh ja. Ja. Ja, die is leuk. Die heb ik ook, ja. Leuk, hè? Ja. Nou, wat heb jij iets in gedachten dat je zegt van... Nou, dat wil ik laten zien als mijn specialiteit. Wat ik nee, ja, koken. Weet je. Ik kan wel koken, maar niet koken. Eet jij vlees of ben je vegetariër? Nee, vlees eet ik ook, ja. Ja. Geen vis trouwens, maar... Als je dat niet leuk vindt, dan doen we dat niet, hoor. Gewoon eerlijk zijn. Kijk, je hebt ook gourmetstelletjes, zie je het? Oh, ik moet echt lachen om jou, want daar had ik zelf ook lachen. Ja? Ja, echt. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja, kan ik dat toch mooi doen? Doen we dat. Dat is grappig. Nee, maar dat is ook leuk, weet je. Dat vind ik ook leuk. Ben je een beetje bezig? Ja, precies. Ben je een beetje bezig inderdaad, ja. Vlees, stokbrood. Doen we dan kruidenmotor erbij of doen we daar nog iets op? Van die aanmaaksausjes, ken je dat? Aanmaaksausjes. Ja. Drink jij een wijn of bier? Drink je dat? Je drinkt helemaal niks? Alleen maar thee. Alleen maar thee? Ah, melk drink ik ook nog wel. Oh jee. En water. Ik ontbijt eigenlijk altijd heel simpel. Eigenlijk gewoon met yoghurt en iets van fruit. Nou, als ik gewoon aan het werk ben, doe ik dat ook. En ik ook een yoghurt met een banaan vanmorgens. Ja, dat doe ik ook. Ja? Vette yoghurt. Oké, nee, ik doe mager yoghurt, maar ook met een banaan. Wat grappig. Mooi. Okidokie. Ik ben inmiddels al, schrik niet, volgens mij... 14 jaar of zo? 16 jaar? Vrijgezel? Dus ja, op een of andere manier is het nooit meer echt... Ik kom echt niemand tegen, man. Ja, ik kom wel mensen tegen. Ja, precies. Maar ja, dan ga je ook niet... Maar niet dat ik zeg van nou, gezellig nee. Een praatje maken of zo. Precies. En jij? Nou ja, ja, grappig dat jij zegt van nou, schrik niet, want ik ben al zo lang single. Ik heb nog nooit een relatie gehad. Nog nooit? Nee. Schrik niet. Maar ja, dat komt ook... Ik was laat uit de kast, eigenlijk pas. Hoe oud? Ik was... Ik was nog net geen 30. En waarom ben je zo laat uit de kast gekomen? Ja. Heeft dat te maken met je opvoeding nee, of religie? Nee, eigenlijk of helemaal niet. Weet je, er is eigenlijk niemand die er moeilijk over deed toen ik dat uiteindelijk zei natuurlijk. En ik ben ook gewend aan op mezelf zijn. Dat zal jij misschien wel herkennen. Maar goed, vaak, je moet toch altijd alles in je leven alleen doen, weet je wel? Dat is niet altijd even leuk. En zeker als tijden wat moeilijker worden. Nou ja, dat inderdaad. Dat herken ik ook wel, weet je wel. Is het wel leuk als je met een partner kan doen? Ja, op momenten dat ik het wel heel goed merk... is als ik op een bruiloft ben bijvoorbeeld. Want dat gaat ook heel erg om dat samen. En als ik dan heb ik wel gehad, voor de laatste keer dat ik een bruiloft had, dat is al een aantal jaar terug. Maar dan is het wel even zo, ja, zo'n momentje, dan is het wel gek of zo. Ja. Kijk. Ah, kijk, dat gaat al goed. Hier, ook niet. Kijk eens nou. Bizar. Dit is wel erg, inderdaad. Deze is echt gesloten voor jou. Maar ben je verder van de spelletjes en zo? Doe je dat graag? Nou, eigenlijk niet. Schandalig. Jij wel? Ja, ik doe het graag. Ik vind dat leuk. Bowlen, vind je dat leuk? Bowlen heb ik niet mee. Jij wel? Eigenlijk ook leuk om te doen.
Welke hobby mag jouw partner absoluut niet hebben? Nou, ik ben bijvoorbeeld geen festivalganger. Dat zou ik jammer vinden als mijn partner dat wel is, omdat ik daar eigenlijk helemaal niks mee heb. Nou, vroeger ging ik wel veel naar festivalletjes. Vroeger had ik niet of ik bejaard ben. Maar nu vind ik eigenlijk gewoon een bruin kroegje vind ik eigenlijk wel veel leuker eigenlijk gewoon. Wat zoek je het meest in een partner en kan ik jou dit geven, denk je? Tot je gewoon een leuk organisch gesprek kan hebben, zeg maar, met elkaar. Je kan wel eens met mensen hebben, dan probeer je een gesprek aan te gaan en dan is het vrij gesloten, weet je wel? Dan krijg je vrij gesloten antwoorden. Dan wordt het een beetje interview. Precies, dan wordt het na de interview en zo. Nou ja, met jou loopt dat heel soepel volgens mij, dus dat is voor de rest geen probleem. Nou, we gaan. Krijgt hij wel warm. Geloof je in liefde op het eerste gezicht? Zo ja, was dit bij ons het geval? Ja, ik geloof wel in liefde op het eerste gezicht. Komt het vaak voor? Nee. Dus ik heb niet direct liefde op het eerste gezicht. Ja. Heb je al met mij geflirt? Heb je er iets van gemerkt? Kan ik beter dat vragen? Nee, niet een wedervraag gaan stellen nu. Hè? Nee. Nou ja, weet je, ik doe dit blijkbaar zo automatisch. Volgens mij heb ik dat bij jou ook gedaan, maar dat gaat bij mij zo automatisch. Misschien heb je het niet eens gemerkt. Heb ik iets gedaan waarvan je dacht, oh, wacht even, nou probeert hij wat? Nou, aan het begin deed je wel een beetje aanrakingen zo. Ja, ik weet niet is dat flirten? Oké, okay, ja. Vind je dat vervelend dan? Nee hoor. Oké, nee, dan moet je het gewoon zeggen. Nee hoor. Kijk, die is helemaal squishy. Oh, die lijkt wel, die komt uit de diepvries. Ja. Nee, dat kunnen we niet eten. Oh, hij is echt slap. Ik weet niet wat ze dachten dat we het anders van plan waren met die komkommer, maar... Zou daar die fles bakboter voor zijn? Ik weet het ook niet, maar... Twee homo's, laten die... Ja, dan doen we maar gewoon een komkommer. Valt mee dat ze er geen vaseline bij hebben gedaan, maar ja. Hilarisch, nee, dat gaan we niet doen. Ben jij ergens eigenlijk allergisch voor of iets? Nee. Vagina's? Nee. Nee, ik ben ergens allergisch voor. Nee. Oh ja, met meisjes heb je dan ook seks met ze gehad? Ja. Oké. En dat ging gewoon goed? Nou, ik vond het wel een beetje complicado. Nou, ging dat goed? Ja? Ja. Ik vond het wel een beetje complicado. Oké. Okay. Heb jij helemaal nooit vrouwen aangeraakt? Nee. Nou. Beetje boter erop. Had je ooit willen trouwen eigenlijk? Nee. Maar? Nee. Nou, dan ben ik dan een beetje traditioneel in, moet ik zeggen. Maar wat is het dan wat je daarin aantrekt? Ja, ik weet het niet. Ik vind het toch iets hebben of zo. Maar ook met die ringen, de verbintenis. Oké. Okay. Ja, die verliefdheid lijkt me ook wel weer leuk om dat een keer te ervaren, hoor. Zeker. Er zijn mensen die nooit verliefd zijn geweest, denk ik. Jeetje, dat is toch wel armoe als je dat kan het dan? Als je dat nooit hebt gekend. Maar dan heb jij dus ook, net als ik denk, ook wel als je verliefd wordt, dan was het ook wel heftig. Ja, man. Weet je wel, dan is het echt wel jemig. Ik zou dat best wel een keer mee willen. Nou, goed, daarom zitten we hier natuurlijk sowieso allebei. Ja, precies. Ja. Lang leven de liefde is vrij.